Goedemorgen. Ja, dat is zo grappig, want de lievelingstekenfilm van mijn dochter is Buurman en Buurman. Dus we kijken de hele dag Buurman en Buurman op de tv. Hoi Buurman, ah je tou. Ja, het is voor ouders, maakt niet uit. Buurman en Buurman, zo grappig. Maar het is leuk om te zien hoe we elkaar kunnen groeten. Hoe we met elkaar gemoeid zijn, want dat is wat de kerk is. We zijn zo bezig met onszelf in de maatschappij om ons heen. Het draait allemaal om onszelf. En dan is het zo mooi om te zien dat we kunnen geven om elkaar. En het is zo belangrijk. Dat is ook waar de kerk voor is. We zijn er samen. En we kunnen samen God verhogen. En we zijn afgelopen week zijn we eigenlijk gestart met het nieuwe thema. En dat is groei in volwassenheid. Afgelopen week heeft onze broeder, mijn vader Geert, ons bemoedigd met 1 Petrus. Over het groeien in het karakter. En deze week gaan we het hebben over het melk en vast voedsel. Melk en vast voedsel. Laten we gaan naar Hebreeën, hoofdstuk 5. En er staat er vanaf vers 11 in Hebreeën hoofdstuk 5. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelette tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in het grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Te onderscheiden tussen goed en kwaad. Dit zijn pittige woorden die Paulus hier spreekt. Paulus spreekt hier tegen de gemeente waarin hij in ditzelfde hoofdstuk, in ditzelfde stuk, schrijft over de volmaakte zoon. Over Jezus. En hoe wij door hem zaligheid hebben verkregen. De redding hebben verkregen. En hij legt hier de vinger op de zere plek. Paulus ging rond van gemeente naar gemeente. Hij ging naar Korinthe, hij ging naar Colossense, hij ging naar veel plekken ging hij toe. Naar Rome. En daar onderwees hij de kerken. En soms kwam hij ook wel eens terug bij kerken. Je moet je voorstellen dat hij veelal te voet of misschien te paard sommige stukken, of soms zelfs met het schip aflegde om van hot naar her te gaan. En we kunnen ook lezen in andere stukken dat hij zegt, ik wil niet naar Jeruzalem gaan, want daar zijn al mensen die het woord spreken. Ik wil naar de plekken gaan waar het woord nog niet gesproken is. Dus Paulus was gemoeid met de heidenen. Hij wordt ook wel eens de apostel van de heidenen genoemd. Zoals Petrus de apostel van de Joden werd genoemd. Waarin de uitdaging van Petrus was om vooral de Joden tot God te brengen, was het de uitdaging voor Paulus om de heidenen die totaal niets hadden met God of met het Joodse geloof, om die naar Jezus toe te brengen. En in zijn reizen rondom de wereld, in de toenmalige wereld, zeg maar, hoe groot als die was, liep hij of ging hij van gemeente naar gemeente. En daar zaten soms jaren tussen. En dan schreef hij, als hij weg was of in gevangen zat, schreef hij naar gemeente. En dan kan ik me zo voorstellen dat hij begint met zo'n brief die hij schreef of Tertius schreef. En dat hij gaat nadenken. Je gaat nadenken over wie heb ik daar ook weer gezien in die kerk. Oh ja, dat was die.
Wie sprak daar ook weer vaak in de synagoge of in de groepen die samenkwamen? Oh ja, dat was die. Wie diende daar ook weer? Dan denk ik aan mensen zoals Febe. Of misschien Priscilla en Aquila. En dat zijn dan de mensen die de Romeinen waren. Maar zo ook in Hebreeën waren de mensen die dienden. En dan ging die mensen langs. En op een gegeven moment komt hij op het punt dat hij misschien signalen kreeg vanuit brieven die zij hem stuurden. Of dat hij weer een bezoek had afgelegd en dat hij de verwachting had dat zij verder zouden zijn in het geloof. Paulus komt hier eigenlijk in gesprek met mensen en hij constateert hier dat mensen niet zo ver waren als dat hij had gehoopt dat zij waren. Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. Je hebt weer iemand nodig om je melk te geven, terwijl je al vast voedsel zou moeten eten. Dat is een confronterende boodschap. We hebben het hier over melk en vast voedsel. Afgelopen maand is mijn dochter geboren. Mijn dochter Zoe is echt, ik kan niet zeggen dat het het mooiste meisje is, want ik heb nog een dochter. Maar anders was ze het mooiste meisje van de wereld. Na mijn vrouw. Ja, ik kan net kiezen. Hè? Mijn vrouw, mijn dochter. Ik ben zo blij. Ik ben dankbaar. Maar je moet je voorstellen, het moment dat je ontdekt dat je zwanger bent, dan groeit er een baby in je buik. Ik ben zo dankbaar dat dat bij vrouwen is en niet bij mannen. En dan begint het proces. Het proces begint waarin de vrouw zich voorbereidt op de komst van de baby. En je lichaam verandert. En je hebt veel ongemakken waarschijnlijk tijdens de zwangerschap. Ik hoor het alleen maar. Ik steun. Maar meer kan ik niet doen. Bidden. En op een gegeven moment is de baby geboren. Het moment dat de baby geboren is, krijgt de baby melk. De baby krijgt melk. De baby heeft de voedsel nodig van de moeder. Maar ik weet nog, toen de baby er net uitkwam, dat mij werd gevraagd om iets door te knippen. Dat was de navelstreng. Want de baby, toen hij nog in de moeder zat, had de baby de voeding direct van de moeder. Het was direct in de buik, was geborgen, was veilig. Daar kreeg de baby voeding. Zonder dat hij er per se om hoefde te huilen of te vragen. Het gebeurde. Dat is een prachtig proces wat God heeft gemaakt. Het is niet gekomen door evolutie. Oké? God heeft het designed. Ja, we moeten specifiek zijn in deze tijd. Ja, echt. God heeft het zo gemaakt. Niet evolutie. Oké? Het moment dat die navelstreng de voeding doorgeeft aan de baby, heeft de baby de ruimte, de kans om te groeien. Dus de baby groeit tot het moment dat het daar is. Daarna wordt de navelstreng doorgeknipt. En ik heb het al vaker gedaan, maar deze keer viel me pas op dat de navelstreng eigenlijk best wel dik en hard is. Je moet echt knippen, zeg maar. Ik moest knippen. Ik dacht, hey, is die schaarbot? Nee, het is echt gewoon echt een dikke streng. Er komt echt wat voeding door. Ja, dat is een taaierakker. Dankjewel, Danny. En het is dus, er komt echt wel wat doorheen. Dus het moment dat je dat doorknipt, krijgt de baby ook een signaal van, hey, er is iets mis. Ik krijg geen voeding meer. De baby begint te huilen. De baby denkt, ik heb iets nodig. Wat gebeurt er met mijn lichaam? Dus de baby heeft een roep naar voedsel. De baby weet, er ontbreekt iets, er is iets mis, ik heb iets nodig. God heeft het zo prachtig gemaakt. De baby krijgt melk. En dat is ontzettend goed voor de baby. Ik zou een baby niet blij maken als ik daar stond met een prachtige biefstuk. Ga maar eten. Hier heb je een heerlijk broodje. Wat lekker patatje erbij. Daar maak je een baby niet blij mee. Een baby weet niet wat hij ermee moet doen. De baby heeft melk nodig om te overleven. Oké? De start van een baby is melk. Melk. En zo ook voor de gelovigen. Iemand die net tot bekering komt, moet horen van de basis.
die moet horen van het begin van het geloof. Jezus houdt van je. Hij is voor je gestorven. Hij is opgestaan. Hij heeft je genade gegeven. Vergeving van zonde. Dat is het melk voor de pasgelovigen. Die moet horen dat ze geliefd zijn. Die moeten horen dat ze gered zijn. Dat ze verlost zijn. Ze mogen horen over het begin. We begonnen bij Adam en Eva. De prachtige Bijbelverhalen die er zijn. Prachtig. Prachtige melk. Voor de pasgelovigen. Maar dat is anders dan vast voedsel. Het vaste voedsel is iets stevig. Het is dens. Wat is dens in het Nederlands? Het is dik. Vast. Ja, compact. Het is anders dan vloeibaar. Melk is vloeibaar. Het gaat makkelijk. Iedereen kan het nemen. Maar vast voedsel, dat verwerkt wat. Dat heeft nodig om verwerkt te worden. Eerst in de mond, je moet het kauwen. En vervolgens in de maag. Het moet verwerkt worden. Zodat alle voedingsstoffen in je lichaam kunnen komen. Dus vast voedsel is iets wat ook ontzettend belangrijk is. Want een baby krijgt namelijk na 4 of 6 maanden, tussen de 4 en 6 maanden, krijgt ze tandjes. Een verschrikkelijk proces voor de ouders. De slapeloze nachten en de luiers voor de ouders, jullie weten het. Maar het is ontzettend belangrijk. De baby heeft zoveel pijn tijdens die momenten. Huilen, huilen, huilen. En die tandjes komen door. En dat is ook een signaal dat melk alleen niet genoeg is. De melk is goed, nog steeds, maar niet meer voldoende. Dus er zit een groeiproces in. En het groeiproces is dat de baby vaste voedsel nodig heeft. En zo ook bij een gelovige. Stel je voor, we zitten in de kerk en al jaren, jaren, jaren in de kerk. En het enige wat je nog steeds weet is, ja, Jezus houdt van me en ik ben gered. Dat zou erg zijn. Er is veel meer aan Gods woord, hè. Het is heel dik, niet voor niets. Moet je doorlezen. Er is veel meer diepte in Gods woord. Er is veel meer te winnen, veel meer te halen uit Gods woord. Dus het moment dat een gelovige die al langer gelooft, nog steeds niet het vaste voedsel kan eten, wordt dat op een gegeven moment een kwalijke zaak. Want je krijgt niet meer voldoende voeding om te groeien. En alles wat niet groeit, sterft af. Als een baby alleen maar melk zou krijgen totdat hij 10 was, dan zou hij de 10 niet halen. Je hebt vast voedsel nodig om door te groeien. Je hebt vast voedsel nodig om door te groeien. En het moment dat je dan met de kinderen bent en die kinderen worden ouder en die krijgen vast voedsel, dan weet je dat het goed gaat. En dan heb je ook wel eens momenten dat je voor de koelkast staat en zegt, wie heeft mijn eten uit de koelkast gepakt? Omdat een kind ook moet eten. En die weet op een gegeven moment alle laadjes open te trekken waar het eten zit. Ook waar je je lekkere koekjes hebt verstopt. Maar het vast voedsel, als we dan lezen in vers 14, dan zie je dat het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Vast voedsel zorgt ervoor in geestelijk opzicht dat wij dus kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Te onderscheiden tussen goed en kwaad. Want wat gebeurt er als je niet kan onderscheiden tussen goed en kwaad? Dan gaat het fout. Het gaat fout. Je moet in staat zijn om te kunnen onderscheiden tussen wat goed is en wat fout is. En dat is ook vast voedsel. Als we het vergelijken met een gerecht wat we thuis krijgen. Heel simpel voorbeeld. We hebben de aardappelen. We hebben het vlees. Misschien een lekkere biefstukje. En we hebben de groenten. Laat de groenten nou net witlof zijn. Of spruitjes. Dat is groente. Is niet altijd lekker. Maar is wel essentieel. Mijn vrouw is Surinaams. Dus ik eet vaker rijst met kip en groenten. Of antrua. Antrua is tranga, hè? Dat betekent is moeilijk, is zwaar,
Het is soms zo'n bittere groente is dat. En dan eet je het en dan denk je, ah, dat vind ik niet lekker. Je moet het lekker maken, zeker weten. Zeker weten. Maar als je dan dat eet, dan hou je je achterhoofd. Hier zit heel veel ijzer in en heel veel vitamine en mineralen. Ik heb het nodig. Maar je smaakpapillen zeggen iets anders tegen je hoofd. Ken je dat? Het zijn ook die momenten dat ik dan weer terugdenk aan vroeger. Dat ik van mijn moeder moest eten. En dan had ik van die neigingen zo. Oh, en zei ze, je houdt het binnen. Je houdt het binnen. Het is gezond voor je. Dat is oké. Okay. Het is blijkbaar gezond voor me. Dus ik hou het maar binnen. Maar op dat moment denk ik, ja, het is wel vast voedsel, maar lekker vind ik het niet altijd. Niets ten nadele van mijn moeders kookkunsten, maar het is soms niet zo lekker. Maar het hoort er wel bij, omdat je weet, dit is gezond, dit is goed voor mijn lichaam. Als ik alleen maar snoep zou eten en alleen maar cola zou drinken, dan gaat het fout. Dus het vaste voedsel kan je alleen maar 100% eten. Het is of alles of niets. Of alles of niets. Zo is het met Gods woord. We kunnen niet pick and choose van oh, dit vers vind ik leuk, maar die andere versen vind ik niet zo leuk. Dus die kies ik dan maar niet. Kijk, Jezus is gestorven voor ons zonde. Prachtig. Ja, Jezus zegt ook nog een heleboel andere dingen. Ja, moeilijk. Moet je in de context lezen. Dan is het opeens de context. He? Romeinen 8, vers 28. Yes, God doet alles medewerkt en goed voor hem die hem lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Ja, 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 wat is dat dan? Ja, geroepen zijn. Maar de versen die het hebben over we zullen lijden voor Christus en we zullen vervolgd worden, die halen we dan maar niet zo snel aan. Ja, hè? Je hebt vaak van die mooie bijbelteksten op de muur hangen als je bij mensen thuis komt. Ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Amen. Zullen we het doen, zeker. Maar nergens staat er, we zullen lijden om Christus wil. Of, en dat zijn niet van die teksten waar je een snelle prater over hebt, denk ik. Of dat je denkt, van, nou, dat zullen mijn gasten echt wel waarderen. Ik weet het niet. Maar vaak zijn wij geneigd om ons te focussen op wat goed gaat of wat lekker is. Maar Paulus maakt hier ook duidelijk dat je niet alleen maar bij melk kan blijven. En wat krijgen we daarvan? En dat kan ik deels ook wijten eigenlijk aan de beweging die we hebben van de kerken. Als we kijken naar de kerken vandaag de dag, dan zie je dat er veel aan wordt gedaan om mensen vooral binnen te halen. Veel entertainment. Oh, we gaan dit doen. We gaan mooie feestjes bouwen voor de kinderen en voor de ouderen en de volwassenen. En we doen een themaavond en dit en dat en zus en zo. Maar het woord van God wordt vaak niet meer gesproken in de kerken. De moeilijke woorden worden vaak weggelaten. Ja, dat is voor de bijbelstudies, waar niemand naartoe gaat. Mag ik eerlijk met jullie zijn? Mag ik eerlijk zijn? Het is moeilijk om Gods woord te spreken op de zondag, omdat het mensen ook kan wegjagen. Waarom? Het spreekt zonde aan. En mensen zullen zich veroordeeld voelen. Maar dat is wat het woord doet. Je kan niet alleen maar het lekkere eten en de moeilijke woorden weglaten. Dat kan niet. Tuurlijk God zegent. Tuurlijk God is voor je. Tuurlijk God is met je. Maar hij is ook rechtstreeks tegen de zonde die in jouw leven is. Rechtstreeks tegen de zonde die jij door de week doet. Op de maandag tot en met zaterdag. Want je kan niet 1 uur in de week God aanbidden en 1 uur in de club zitten. Je kan niet 1 uur met de buurvrouw mee roddelen en de andere uur God verheerlijken met diezelfde mond. Dat kan niet. Het werkt niet samen. God is heilig. God is heilig. En die heiligheid van God schijnt als een licht op onze tekortkomingen.
Het schijnt als een licht. En als er iets is wat wij vervelend vinden, is om te zien waar wij fout zitten. Is het te zien waar Gods woord rechtstreeks tegen ons leven inspreekt. Maar dat is het wel. Als wij als kerk vergeten, of wij als christenen vergeten om dat vaste voedsel tot ons te nemen, blijven we alleen maar bij het melk. En alles wat niet groeit, sterft af. Dus ook jouw geloof zal niet bestand zijn tegen druk. Want het moment dat jouw geloof uitgedaagd wordt en je hebt alleen maar melk, zul je niet kunnen standhouden in de strijd. Je zult niet kunnen standhouden in de strijd met alleen maar melk. En zo ook doet het mij pijn als we het hebben over hedendaagse kwesties zoals, noem maar wat, het klimaat. Of abortus. Of rechten voor LGBTQ iets. Dat ik ook christenen daar zie lopen. En dat ze zeggen, ja, maar Jezus houdt van iedereen. En dan zeg ik, ja, tuurlijk houdt Jezus van iedereen. Tuurlijk houdt God van iedereen, zeker weten. Maar dat is iets anders dan een voorvechter zijn van de zonde. Want hoe ga je als christen het opnemen voor abortus, voor moord? Hoe doe je dat? Hoe ga je het opnemen voor iets wat tegennatuurlijk is? Dat kan niet. Gods woord is Gods woord. Maar als je blijft hangen in de liefde, dan blijf je dus hangen in Jezus houdt van mij. En dan gaan we in een soort van misplaatste liefde voor de naaste, gaan we hetgeen goed praten wat fout is. Want vast voedsel zorgt er ook voor dat wij vaststaan in ons geloof. En durven anders te zijn dan de wereld om ons heen. Let wel, dat is iets anders dan haat spreken. Ik heb het niet over haat spreken en mensen pesten en wat dan ook. Nee. Maar je kan iemand erkennen en van iemand houden zonder goed te keuren wat hij of zij doet. En hoe dichter bij een persoon bij je staat, hoe moeilijker dat is. Een van de zaken die ik heb gemerkt in de gesprekken die we hebben met medegelovigen is dat als iemand in hun directe omgeving, in hun gezin of wat dan ook, te strijden heeft met homofiele gevoelens, of die te strijden heeft met misschien wel abortus die zij of hij heeft gepleegd. Zij dan waarschijnlijk. Dan gaan ze vaak proberen het te rechtvaardigen. Van ja, maar Jezus was toch zo. En ja, maar we kunnen het niet zo hard zien. Terwijl het woord daarin wel heel hard is. En heel rechtlijnig. En dat is ook een van de redenen dat ik geloof dat Jezus zegt, wie mij zal volgen zal zijn vader en moeder haten. Dat betekent niet dat je ze letterlijk haat, maar dat betekent simpelweg, de keuzes die ik maak voor God zijn belangrijker dan de keuze van mijn naaste maakt. Snap je? Ik heb wel tegen mijn vrouw gezegd, lieverd, als jij ooit zou bedenken in je hoofd, ik ga er niet vanuit, maar als jij ooit zou wegvallen van God, dan zou dat een breuk betekenen tussen ons. Niet dat ik bij je wegga, maar ik ga God niet verlaten omdat jij God verlaat. Mijn liefde voor God is groter dan de liefde voor mijn vrouw. Mijn liefde voor God is groter dan de liefde voor mijn kinderen. En op zo'n manier is dus die opofferende liefde betekent, ongeacht de keuze die iemand naast mij maakt, ik ben niet afhankelijk van hun keuze, want mijn keuze hangt af van Gods woord en het geloof wat ik heb in hem. En op zo'n manier is het dus ontzettend belangrijk dat wij leren het woord tot ons te nemen. Het vaste voedsel tot ons te nemen. Want met het vaste voedsel kunnen wij ook staan. Met melk zul je altijd afhankelijk blijven. Melk houdt mijn dochter momenteel afhankelijk, volledig afhankelijk van mijn vrouw. Van haar moeder. Maar het moment dat zij vaste voedsel heeft, zal zij elke keer los kunnen komen. En dat is gezond. En dat is goed. Maar dat gaat niet zonder moeite. Laten we gaan naar Colossenzen, hoofdstuk 1.
Colossenzen hoofdstuk 1, vanaf vers 28. Het zijn eigenlijk maar twee versen. En dan staat er, hem verkondigen wij, Jezus, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig zijn werking die met kracht in mij werkzaam is. Dat zei Paulus hier. Dus hem verkondigen wij, Jezus, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Volmaakt kan hier worden gebruikt als volgroeid of volwassen. Het is namelijk de groei in volwassenheid. Gezondheid. De groei in volwassenheid die wij moeten meemaken, doormaken. We moeten volgroeien in ons geloof. Volgroeien. Als wij niet volgroeien, blijven wij stilstaan. Maar dat is iets waar Paulus zich voor inzette. Paulus zette zich in zodat iedereen kon groeien in het geloof. Want het zou namelijk nutteloos zijn geweest voor Paulus om alleen maar het woord te geven, vervolgens weg te gaan en er niks meer mee te doen. Paulus voelde zich verantwoordelijk voor de gemeente die hij bezocht. Zodat zij konden groeien in geloof. Zodat zij konden doorgroeien in het geloof. En dat is iets wat hij ook bij Korinthe deed. Maar helaas was het bij Korinthe een hoofdpijndossier voor Paulus. Hij kwam in de gemeente. En in die gemeente lezen we in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Laten we daar naartoe gaan. Wilde hij ook in die gemeente dat zij zouden groeien in volwassenheid. En groeien in volwassenheid, dat betekent dat je op een gegeven moment bepaalde zaken niet meer hoeft uit te leggen. Bepaalde begrippen moeten duidelijk zijn. Dus als ik volwassen ben en ik probeer bijvoorbeeld mijn dochter iets uit te leggen van 2... dan zal ik heel veel dingen moeten uitleggen om haar iets duidelijk te maken. Lieverd, als je de deur openlaat, dan komt er kou naar binnen. Lieverd, als je bij de oven begeeft, dan kan het heel heet zijn. Pas op. Dat hoef je niet meer uit te leggen aan iemand die volwassen is. Die weet dat vuur gevaarlijk is, dus blijf daarvan weg. Of blus het. Maar een kind weet dat niet. Een kind heeft meer uitleg nodig. Dus in die geestelijke volwassenheid verwachtte Paulus dus ook dat er bepaalde zaken, bepaalde begrippen al duidelijk zouden zijn. Laten we lezen in 1 Korinthe 3 vanaf vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vastvoedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immer onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? En dan gaat hij verder over hoe mensen streden met elkaar. Van ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Maar Paulus laat hier zo duidelijk zien, het moment dat er nog twist en nijd is onder u en strijd is onder u, dan laat dat iets blijken van geestelijke onvolwassenheid. Je moet je voorstellen dat Paulus deze brief schreef ongeveer in het jaar 55. En hij was daar in het jaar 50 voor het laatst geweest. Dus tussen 5 jaar verwachtte hij van christenen die net tot geloof waren gekomen, en 5 jaar later dat zij volwassen zouden zijn. Dus in ieder geval 5 jaar. Ik heb niet per se een andere Bijbelse grond daarvoor. Dan te zeggen van, hey, tussen nu en 5 jaar, als je net tot bekering bent gekomen, moet je volwassen zijn in Christus. Maar dat is wel iets wat Paulus dus opvalt. Paulus ziet dat christenen zich gedroegen als kinderen. Want zij wisten het woord, ze hadden gehoord van Gods woord. En toch
gedroegen zij zich als kinderen. En wederom een kwalijke zaak. Ik denk dat als Paulus nu nog steeds brieven zou schrijven, dat de kerk van vandaag de dag ook een brief zou krijgen. En een heftige ook, denk ik. Ik weet het niet. Maar ik denk wel dat het nodig is. En aan de andere kant is het woord van God voldoende. En meer hebben we niet nodig. Want Gods woord dekt al eigenlijk alles wat wij nodig hebben. Het is de leidraad van ons leven. Misschien krijgen we nog wel een soort van recap van Paulus wanneer we in de hemel zijn. Gaan we het horen? Krijg je de wind van voren? Nee, weet ik niet. Maar dat is wel een zaak die we kunnen meenemen als een soort van vast punt. Van oké, wanneer zijn we onvolwassen? We zijn onvolwassen als er nog twist en nijd en ruzies zijn in de kerk. Dat spreekt namelijk niet van volwassenheid. Mensen die zo snel beledigd kunnen zijn. Of mensen die niet een wacht voor hun mond hebben en maar alles zeggen wat ze denken. Er moet geestelijke groei komen in ons leven, maar ook in onze gemeente. En onvolwassenheid trekt Paulus hier samen met vleeselijkheid. Je reageert in de vlees, in het vlees. Dus als iemand zegt, hey, je reageert in de vlees, dan heeft het dus te maken met de Bijbel. Waarin wij de strijd hebben tussen de geest en de vlees. En het vlees zegt simpelweg dat je eigenlijk de lichamelijke begeerte toelaat. Dus op het moment dat we vleeselijk reageren, zeggen we eigenlijk alles wat in me opkomt, alles wat ik voel, dat wil ik doen. En dat doe ik maar. Voor mijn eigen gerechtigheid. En voor mijn eigen goedwil. Of voor mijn eigen belangen. Dat is vaak hoe wij zijn. We nemen het grootste stukje van de taart nemen we voor onszelf. Als er brand uitbreekt, zorgen wij dat wij als eerste buiten staan. Er zijn sommige mensen die elke ruimte binnenkijken en kijken waar de snelste uitgangen zijn. Daar, ik zit zo dicht mogelijk bij de uitgang. Maar Christus roept ons op om te zien naar onze naasten. Om te zien naar elkaar. En dat vergt van ons wel een vernieuwing van ons denken. Daarom zegt de Bijbel ook dat wij vernieuwd moeten worden. Jezus zei tegen Nicodemus, u moet opnieuw geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. Want je kan namelijk wel gegrepen worden door de melk, door het fantastische nieuws van Jezus. Maar je kan het ook zo daar laten. En dat je niet echt gegrepen bent. Of dat je denkt van dit is wel genoeg voor mij. Maar een indicatie dat je een volwassen gelovige bent, is dat jouw keuzes worden bepaald door Gods woord. Niet door jouw gevoel. Niet door wat jij vindt. Maar dat jouw keuzes vastliggen in Gods woord. Heere, dit is wat uw woord zegt. Ik begrijp het niet altijd. Ik kan het misschien niet op elk moment plaatsen. Maar ik vertrouw op u. Ik vond het zo mooi wat onze broeder Don had gezegd 2 weken geleden. Dat hij het had over ambassadeur zijn. Het moment dat wij een ambassadeur zijn, dat betekent dat wij niet onze eigen woorden spreken, maar dat wij Gods woorden spreken. Ook wanneer je niet populair bent. Ook wanneer de cultuur lijnrecht tegenover je staat, moeten wij nog steeds Gods woord spreken. En dat is die geestelijke volwassenheid. Mijn keuzes worden gebaseerd op Gods woord. Mijn reactie is op basis van Gods woord. Ik laat mij niet meer meeslepen naar links of naar rechts. Betekent dat we volmaakt zijn? Absoluut niet. Iedereen maakt fouten. En perfectie is ook niet een doel die wij moeten streven. Een soort van doel van wij moeten perfect zijn om maar perfect te zijn. Absoluut niet. Je zult groeien, maar groeien gaat met vallen en opstaan. Sterker nog, elk mens zal altijd moeten blijven leren. Als je stopt met leren, dan stop je met groeien. En dan heeft het eigenlijk geen zin meer. Zorg ervoor dat je altijd blijft leren. En hou daarbij de Bijbel in Gods woord als basis.
En ik had een quote gehoord van William Booth. William Booth is de oprichter van het leger des Heils. Die leefde in 1800, begin 1900. En hem werd gevraagd, wat zie je als de grootste bedreigingen voor de 20e eeuw, voor de kerk, voor de christenen? Toen zei hij, godsdienst zonder de Heilige Geest, christendom zonder Christus, vergeving zonder bekering, redding zonder wedergeboorte, politiek zonder God en hemel zonder hel. We kunnen niet het ene hebben, alleen maar het lekkere. En niet het minder lekkere. We kunnen niet alleen maar de melk hebben, niet het vaste voedsel. Het moment dat jij tot God komt, is het van levensbelang dat wij groeien in geloof. En ieder op zijn eigen niveau. Iedereen heeft zijn eigen groei. Daarom kunnen we ook niet iemand veroordelen. Dat is aan God. God ziet alleen het hart aan. Het is niet aan ons om een soort van politie te worden van onze naasten. Van, hey, doe jij dit wel? Nee. Iemand kan nog strijden met een verslaving. Maar wel oprecht zeggen van, hey, Heere, verander mij. En die bezig is zijn of haar groei. Iemand anders kan helemaal geen enkele verslaving hebben. En daardoor denken dat hij beter is dan een ander. Ook daar zit zijn of haar groei. Want niemand is beter dan iemand anders. We zijn allemaal gelijk voor hem. Het is geen aanzien des persoons bij God. Want wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Je enige maatstaf is Gods woord. Is niet je naaste. Dat is niet jouw maatstaf. Gods woord is je maatstaf. Dus als wij willen groeien, dat betekent dat wij Gods woord moeten lezen. En niet alleen maar moeten lezen, maar dat het ons moet veranderen. Het moet ons veranderen van binnenuit. Deze week heb ik met een heel veel mensen al over gehad. Er staan heel veel ouders voor een lastige keus. Deze week is namelijk de lentekriebels die gaan beginnen. Op de scholen, waar onze kinderen een heleboel dingen gaan horen. En ik zie het oprecht als een aanval van de vijand, een geestelijke aanval van de vijand, die onze kinderen voor zich wil winnen. En het is essentieel, het is zo belangrijk dat wij als christenen hierin gaan opstaan. De tijd van passiviteit. Van, oh, de geloof is alleen maar voor mezelf. Werkt niet meer. Als wij ons geloof alleen maar voor onszelf houden, zal de wereld om ons heen overwinnen. En dit grijpt me echt aan mijn hart. Ik heb zoveel mensen om me heen gehoord die zeggen, ik wil dit helemaal niet voor mijn kinderen, maar het gebeurt en ik weet niet wat ik moet doen. En ik vind het eng om iets te zeggen tegen de leraren. Of spannend als ik anders denk dan de mensen om me heen. Want wat zullen ze van me zeggen? Het is maar één voorbeeld van een vervallen wereld waarin we leven. Maar het is wel een indicatie hoe belangrijk het is dat wij groeien in volwassenheid. Dat wij ons durven uit te spreken. Ik hoorde een predikant afgelopen week zeggen, mijn geloof is net zo onderdeel van mij als de huidskleur die ik heb. Ik kan dit niet lostrekken van elkaar. Ik ben een kind van God. Dat is mijn identiteit. Ik kan niet zeggen, dit pak ik wel en dit pak ik niet. Dit laat ik wel toe en dit laat ik niet toe. Nee, dat kan niet. Dit ben ik. Ik ben een kind van God. Ik ben christen. En dat betekent dat er bepaalde waarden en normen en een levensstijl bij hoort. En ik wil je bemoedigen deze week. Dat waar je ook doorheen gaat, of welke keuzes ook op je pad komen,
Zoek je antwoorden in Gods woord. Laat het zo zijn dat we geestelijk gaan groeien en sterker gaan staan. Niet op basis van onze eigen meningen en wat wij vinden, maar op basis van Gods woord. Amen. Laten we staan, dan gaan we bidden. Vader, ik dank u zo voor deze dag. Heer, ik dank u zo, Heer, voor uw woord. Heer, waaruit wij mogen lezen. Uw woord waaruit wij bemoedigd mogen worden. Maar ook uw woord waardoor wij vermaand mogen worden. Terechtgewezen. Want u weet, Vader, Heer, de momenten dat wij aan u denken. Maar zo gemakkelijk, Heer, het naast ons neerleggen. De momenten dat wij ons voornemen om u te zoeken. Maar uiteindelijk ons beeldscherm veel belangrijker te vinden dan u. En ik weet, Vader, dat het moment dat u ons iets geeft, dat ook wij de verantwoordelijkheid hebben om dat tot ons te nemen en te groeien. Juist ook die moeilijke zaken die wij horen, die wij teruglezen in uw woord. Waarin uw heiligheid als een licht op onze zonde schijnt. Maar Vader, daar vraag ik u om, Heer, dat u ons wilt maken hier tot meer van u. Maak ons meer zoals u. Heer, laat het zo zijn, Heer, dat wij niet zullen leven voor onszelf en maar onze eigen verlangen zullen bevredigen. Maar Heer, dat wij zullen voor ogen houden wat u van ons vraagt. Waarvoor heeft u mij geroepen? Heer, waarvoor ben ik hier op aarde? Waarvoor heeft u mij nodig? Heer, gebruik mij als een kanaal, Vader. Gebruik mij, Heer, ter eer en glorie van uw naam. En Heer, ik bid u zo, Heer, voor ieder die dit hoort. Voor ieder hart, Heer. Die misschien allemaal bezwaren heeft of allemaal opwerpingen heeft. Of allemaal beren op de weg ziet om bepaalde keuzes te maken. Heer, ik bid u voor een doorbraak. Ik bid u op dit moment, Heer, voor ieder hart, Heer, voor ieder persoon, Heer, die erkent van ja, ik doe het inderdaad nog niet zoals u dat van mij vraagt. Heer, dat u daarin wilt schijnen als u, met uw krachtige licht. En dat er echt een verandering teweeg gebracht mag worden. Want ook als we kijken in de wereld om ons heen en zoveel nood zien. Heer, zoveel noodzaak zien, Heer, aan recht, Heer, dat gesproken moet worden. En gerechtigheid, Heer, dat gesproken moet worden. Laat het dan zo zijn dat we ons niet schamen. Heer, dat we ons niet verlegen zullen opstellen als het komt op uw woord. Maar dat wij vrijheid zullen spreken. Heer, dat wij niet alleen maar het melk tot ons zullen nemen. Maar ook dat vaste voedsel, wanneer de tijd rijp is. En dat we mogen weten dat u een zo'n groter plan heeft met ons leven dan dat wij zelf zitten te denken. Heer, dat u zo'n groot plan heeft, Heer, met onze levens. Maar Vader, ik vraag u of u ons wilt breken op de plekken waar wij gebroken moeten worden. Om af te breken, Heer, wat ongezond is gegroeid. En opnieuw, Heer, de wasdom te geven. Opnieuw, Vader, Heer, de vrucht te laten groeien die goed is. Heer, ik dank u zo, Heer, dat u met een ieder van ons bezig bent. Dat we mogen groeien in u. Dat we mogen groeien in volwassenheid. Dat we mogen groeien, Vader. En mogen zien hoe uw woord levendiger zal worden in ons leven. Elke dag weer. In Jezus' naam.
with grace.